Je bent hier op melkveehouderij Westerstee, melkveebedrijf in Noord-Groningen onder de rook van Rottum. Melk hier 160 koeien, quota van 1,2 miljoen liter op 75 hectare grond. En huur ik nog grond erbij voor het jongvee. Het jongvee wordt in de zomer laat ik zeggen, uitgeschaard op die gronden. Ik heb afgelopen 3 jaar intensief gewerkt aan het zelfbouwen van een melkcarousel. Omdat ik eigenlijk ontevreden was over de bestaande systemen. En er is gezocht wereldwijd naar wat er te koop was. En daar kon ik mij eigenlijk niet datgene vinden wat ik zocht. Ik zocht een zij-en-zij binnenmelkcarousel met individuele voerbak voor de koeien. Omdat we nogal intensief de koeien buiten hebben. De koeien lopen het hele jaar buiten. Of het hele jaar, ongeveer 200 dagen per jaar lopen die koeien buiten. Waardoor de opname van krachtvoer beperkt is. Het enige moment dat de koeien in de stal zijn, dat is in de melkstal. En dan kunnen ze dus krachtvoer opnemen. Koeien krijgen maximaal 6 kilo. Op basis van het aantal dagen in lactatie wordt dat, stijgt dat en daalt dat. Nou, dit is hem dan. De zij-aan-zij binnenmelkcarousel. Ik noem het zelf wel voor de grap de Westerstee Comfort Carousel. Het is voor de melker is het heel veilig werken, de zij-aan-zij positie. En voor de koe is het ook dat hij vlot kan indraaien. En een bijkomend voordeel is met het zij-aan-zij melken dat de koe niet op het touwtje kan slaan, nog op de afnameslang. Waardoor je gewoon significant minder melkstellen opnieuw hoeft aan te sluiten. Plus feit, het voordeel van de binnenmelker is dat je heel veel overzicht op het werkproces houdt. Gedurende melken kun je gewoon zien aan de melkmeters welke koe hoeveel geeft. En als er een tepelbeker afvalt of een melkstal afvalt, dan zie je gelijk of die koe wel of niet nog opnieuw moet worden aangesloten. Tijdens het ontwikkelingsproces werd mij verteld, je kunt geen 40-stand zij-en-zij binnenmelkcarousel maken, omdat je hebt te weinig ruimte aan één kant. Hier heb je maar een meter ruimte en van die meter gaat 45 centimeter af voor een voerbak. Een standaard voerbak heeft een diameter van 45 centimeter. Dat zou betekenen dat de koe nog 55 centimeter overhoudt om in te lopen. Nou, dat is gewoon 55 centimeter is gewoon te kort voor de koe. Daarom is er gezocht naar een oplossing om die voerbak toch weg te halen of toch te laten verdwijnen. En het is gevonden om bij de in- en uitgang twee voerbakken tegelijkertijd in één stand te positioneren. Die voerbak van de uitgang die draait naar die lege stand toe. En die voerbak van de ingang die wordt tegengehouden zodat die ook in de uitgang komt. De voerbak die zwenkt, die wil naar buiten zwenken doordat het scharnierpunt is niet in één lijn geplaatst. Het scharnierpunt staat uit lijn, waardoor door de zwaartekracht wil die naar buiten vallen. Maar door de rotatiekracht van het platform valt hij weer terug naar binnen. Of wordt hij weer naar binnen gedrukt door de rotatiekracht. Je ziet dat de voerbakken die zwenken heen en weer. En er worden telkens twee voerbakken opgesloten in één stand. Om te zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de in- en uitgang. De staande staat ongeveer een 50 centimeter uit de rand van het beton, waardoor de koe dus eerst op het platform op kan lopen voordat hij met de constructie van de carouselstal in aanraking komt. Mocht hij dus het gevoel hebben dat hij knel komt te zitten, dan heeft hij dus eerst nog 50 centimeter gewoon om te spelen. Er zitten overal wel knelbeveiligingen op, alleen doordat er zoveel ruimte tussen zit, tussen de eerste staander op het draaiende platform en de eerste staander op de vaste grond, is gewoon de kans op een knelling voor de koe is heel klein. Er is gekozen om één stand over te slaan bij het opkomen. Dat kost één stand extra op het plateau. Maar dat zorgt er wel voor dat de koe een 2 keer 90 graden draai moet maken in plaats van 1 keer 180 graden draaien. En dan zie je gewoon dat de koe heel vlot in zijn positie komt. Er werd gezegd, de koeien schieten gelijk in de eerste stand, wie de koeien tegenkomen. Ten eerste is de draai te krap voor die koeien om daarin te komen. En ten tweede valt het brok, de brok valt pas in de tweede stand. Dan kun je zien bij de vulpijp dat de koe komt op en het vallen van de brok dat heel dicht bij elkaar is. Die koe die hoort het daar vallen en denkt daar moet ik heen. Het grote voordeel van de binnenmelker is dat je tijdens het melken hou je overzicht over het melkproces van de koeien.
Je houdt zicht op de melkmeters en op de melkstellen of alle tepelbekers er wel onder zitten en niet of er eentje af is gevallen. Er wordt wel gezegd dat het schoonmaken van een karuselmelkstal veel tijd kost. En zie je, het is een kwestie van een eenvoudig houdertje maken voor je slang, waar je slang in past. En zorg dat die een beetje op de melkstellen en het platform gericht staat. Dan zorgt ervoor dat op het eind van het melken of één rondje voor het einde van het melken, de melkstal gewoon schoon wordt gespoeld. En dan als alle koeien weg zijn, dan kun je gewoon rustig de melkstel in de spoelpositie zetten, zonder dat je zelf hoeft schoon te spuiten. Melken klaar, alles klaar. Bij het ontwikkelen van de carousel moet je met heel veel punten rekening houden. En we wouden gewoon zorgen dat we een gehele vrijdragende binnenconsole hadden. Dat betekent dat alle apparatuur, wat van voor melk, vacuüm, pulsatie, moet verderop door het platform naar boven geleid worden. Daardoor zijn er drie grote staanders om elke stand geplaatst, waardoor we dus vacuümaanvoer krijgen, melkafvoer en spoelwateraanvoer kunnen realiseren. Waardoor we dus een hele vrijdragende binnenconsole hebben, dat je nergens last hebt van een staander.